Marc Coucke koopt in en rond Durbuy in Wallonië de ene grond na de andere op. Hij wil daar het grootste ecologisch pretpark van het land bouwen. Maar daar blijft het niet bij. Coucke wil ook nog een camping in de buurt kopen. Maar de kampeerders daar zijn daar niet blij mee. Werkmannen bouwen aan een nieuw klimparcours in het park Durbuy Adventures. De nieuwste investering van Marc Coucke. Hij heeft het gekocht samen met de eigenaar van een ander park in de buurt, La Petite Merveille. Samen wordt het een natuurpark van bijna 70 hectare. Onze plannen zijn nu vooral om eerst alle twee de parken helemaal op te knappen. Zowel aan de kant van LPM als de kant van Durbuy Adventures. Aan de kant van Durbuy Adventures hebben we nu alles van quad en paintball en karting veranderd. En zijn we andere activiteiten in de plaats aan het zetten. Want het moet een soort ecologisch pretpark worden, met attracties en activiteiten die de natuur niet mogen vernielen. Coucke en Maerten willen trouwens nog meer gronden kopen, onder andere een camping die nu nog tussen de twee parken ligt. De bewoners zijn daar niet blij mee, zoals Sven. Hij komt hier al 32 jaar op vakantie. De mensen maken zich echt zorgen van wat ze moeten doen. Mensen zijn al opkopers aan het bellen om een caravan te verkopen. En ja... Andere mensen die zijn aan het zoeken naar een ander caravan aan lage prijs, want we hebben ons hier niet aan verwacht. Hadden we ons hier aan verwacht, hadden we een centje opzij kunnen leggen en nu is dat niet kunnen gebeuren. Ik ga het wel met die mensen zelf regelen. Als die mensen moeten verhuizen, gaan we die mensen begeleiden en misschien een andere plaats zoeken. Zolang dat we nog geen echte goede oplossing hebben gevonden, dan gaan we dat ook nu nog geen beloftes over doen. Maar we gaan die mensen zeker niet in de kou laten staan. Coucke wil het nieuwe park voorstellen eind juni. Hoeveel hij precies investeert, mogen we nog niet weten. We weten wel dat een ticket zo'n €23 zal kosten.